Oefentijd voorbij. Wat Jezus zegt. Oefentijd voorbij. Dierete. Mensen aan hokken. Jij kan op ons trappen. Wie praat je? Ga terug in jouw cel. Ik wil nog lopen. Terug in jouw cel! Waar was ik? Priester? Bij enige rechthoekige... Rechthoekige wat? Ah, die driehoek. Die driehoek. Enige driehoekse rechthoek. Bij... Enige... Nee. Die kreet is te klein, die ding wil niet schrijven, nee? Jullie moet nou maar zelf afschrijven, hoor. Enige, rechthoekige, driehoek is een verticale lijn gedeeld door die horizontale lijn is gelijk aan de helling van die skuinslijn. Kan ik bij jou niet, hoor. Hoe nou? Kan ik bij jou niet. Kan ik bij jou niet. Ja. Priester, wie jy wat het ek net nou gedink? Die tronk-economie is soos die vrye mark daar buiten. Amper nagenoege wat een insige. Soos een partij mense het iets wat ander graag sal wil hê. Ek weet prof het probleme, kolonel, maar dinge is nie lekker nie. Hy lyk vir my maar baie die mekaar. Ons kan nie die mat sommer net sonder om uittrek op hierdie stadion die flip. Hierdie extra klas wat hy vir die NTS manne gee, beteken baie vir hom. Hopelik vir hulle ook. Soos dit nou gaan, weet ek nie of hulle veel baie daarby vind nie, kolonel. Ek sê, wat doen jy? Vra vir prof om vir hulle klastoets te gee. Dan kyk ons ervaar die manne. En ons kan hom nie op hierdie stadion net sommer so verstoot nie. Goed, kolonel. Hulle sê, dis nou full steam ahead. Express van die weesens af tot hier by die tong. Hulle check het so paar dingetjies uit. Wat check hulle? Maar van die en van daar. Ek weet nie, maar jy ken die boere. Wat, so waar gaan jy hom sien? Waar gaan ek hom sien? Hier, wat man is dit? Wat doen jy hier? Hier by die boksies? Die man nie by die boksies nie. Klaus contact, face to face. Seker die ander kant by die loon. Nou, wat se kleren gaan jy aantrek? My greens, dis my hele wardrobe hierdie. Dink jy ek moet my pyjamas kom? Wel, dink aan jou image, man. Hoe kan jy laat jou so sien? En vra vir die boere moet vir jou lekker slacks gee. En 'n t-shirt. Ek het mos vir die laat gesê jy werk hier, nie jy bly hier nie. Shut up! Shut up oor die klere. Ek sit hier en jy sit daar buiten. Ek weet hoe werk die plek se kop. Daar is nog een ander. Die boere sê, hy moet vrou. Wat vrou? Vrou om te kom kuier, anders te kan hy nie kom. Wat is dan jy wat hom wil sien? Is jy dik? Meneer. Sorry, meneer. Sachter. Sorry.
Daar is no ways wat Johnny van mij kan compare nie voor hij zei ze daarvan like om zijn pa te zien. Zo jij moet voor hem sê, hij moet sê. So ek moet voor hom sê, jy sê, hij moet sê, hij sal like om jou te zien. Let me in die plek dat jou oren toeslaan. Yes. Sorry. Sorry meneer, sorry. Hij is bietjie doof. Sê vir hom, hy moet vra om vir my te kom kuier. Nou nie sê ek sê. Tidi, sê vir hom, ek maak vir hom een curry. Een kar, een lekker kar. Sê vir hom, as hy vir my kom kuier, dan sal ek vir hom die kar gee. Tidi, hy is my lady. Pa, my naam sêkers, hy laat die sien. Tjiti? Ek hoor sê het nie kon keer nie. Los my skuld, Jatilia. Hey man, hey, ek het net kon praat oor die reis. Huh? Bets raak, Evie. Hey, Hendrik, jy sal weet. Sê jou boeken niks oor piel weet oor kast toe. Ek meen my laat nie. Sy ma het hom net so gedrop. En nou kijk jy wel ver nou. I mean, as ek appeal, kan ek ons kaste die kry. Vergeet het, Scully. Hey man, maar is daar niks in die boeken oor kaste die nie? I mean, as we sikke goeder soos extenuating circumstances. Scully, solang jy hier binnen sit, kan jy niks doen nie. Vergeet het. Hoe lang wil jy nog sit? Lang. Paar jaar af met good behavior. En as jy uitkom, as jou laat jy miskien al die skool uit. It's bad. Ja, maar hulle kan moes sien ek is a convert, man. He? Dat ek nie weer sal val vir hierdie slechte pelle nie en dat ek mooi achter my lady sal kyk. Scully. Hulle mag dalk begrip hê vir jou, hulle mag dalk selfs jammer voel vir jou. Maar hulle sal nie maklik die sport vergeet wat jy gemaak het toe jy laas uitgebreid het. Ja, maar ek... Sorry. Jy is ook maar dom. Ek is stupid, ek dink ek moet ook school toe kom en sy bietjie beter gaan met my genuine. Dink prof ook iets vir die? Ha? In ieder geval. Stekelijk prof, dankie, jy het my lewe gered. Jenny, dankie prof. Arme meis. Steve. Maak op, laat sien. Hey. Ons gesê, oh Mike sal jy nou nicely doen, hè? Hy is een pro. Hy goed jou ancestors. En wie is daar nog, Potty? Hy knows daar nog, my baby.
Ons is in die pound seats. Ons worries is voorbij. Meneer, in die leven van die mens is het maar soms zo dat ons moet stilstaan. Na betrachting moet ons. Wat ons moet uitvind, is of ons op diezelfde golflengte ingesteld is. U en ik. Dus. Ons gaan een toets krijgen. En niet vast vragen, nie. Net een toets. Wat ik wil weten, is of jullie weten wat ik denk wat jullie behoort te weten. Goed. Hoofdstukken 1, 2, 4, 6, 7, 9 en 11. En dan neem ons sommer hoofdstuk 12 ook bij. Thanks for nothing. Stolte. Die klas is een voorrecht. Nie reg. Julle kan maar gaan, meneer. Inlichting met jou verband met jou voorstel. Ja? Ons wil weet waar jy nou ooral ry, wat jy waar oplaai, waar jy nou dit gaan doen, so. Kry ek iets uit? Jy kry net iets as jy weier. Jy kan maar die volgende sportkomitee vergadering op verslag doen. Die man is nou net klaar, prof. Ah, ek kry nie meer slaap in die nacht, nie. Als ik mag vragen, hoe gaan het met die vraag stellen? Elementair. Ik is nog bezig om afdeling 3 zijn vraag uit te werken. Ik zie. Als ik die sport is, maar niet goed te leren, ja. Het is. Ja, zeker die van pijn hou. Ga naar die bouwerij. Is beter als vloeren vrij. Ik heb nice om weer daar buiten te wees. Vertel me even die ding. Het is lekker om weer van een gewone job te hoor. Maar rij je oor al rond, wat zie je als? Kan jy nou een tred op die ding kry? Los het vir my, moet nie worry nie. Papa is om het help. Papa is om het help. Ja, man, sy manne werk op die tred misschien. Doe my die laatste telefoon vir jou. Morgen. Morgen. Ben ek maar saam die boys mense. Toestemming. Ja, meneer, ek hoor ons nou aangeneem.
Maar dat is niet eens een beetje lees, van die 10 geboeien, meneer, en van hy klomp apostels, en van Judas en die boys, meneer, en kijk maar hier bij Paulus aan. Paulus? Ja, meneer, daar staan we, dat hy Egyptenaar is en lijkjes plat gemaakt, het is bad, meneer. Broeder Williams het een behoefte aan besinning oor sy sondes, meneer, en hy smag na verdieping in sy geestelike lewe. Hy is welkom in ons broeder. Broeder, en dis hy, meneer. Ja, hoop het hy beslis nodig. Ja, spreek maar. Dank u, meneer. Hey, meneer, ek sal nog sien, ek sal nog al die testamente van die Bijbel van meneer kon opsê. Jenny, meneer. Jenny. Het ek iets verkeerd gesê? Jy sê iets verkeerd elke keer as jy jou bek opmaak. Nee, man, dis true, man. Die boy het die luidjes laat uitsit. Jy nooit gelees, jy? Nee, afspraak gemaakt, jongens. Wat wil jy? As papa my nou kan help om een thread en hy as te draai, dan help ek weer vir papa. Next time. Huh? Papa moet net sê wat? Hey, man. Papa ken my moos. Huh? Ek en papa kom al een lang pad. Wat sê papa? Dit gaan duur wees. Lees ook van vers 20 af, broeder. Vers wat? Hey, man. Hey. Papa moet net sê hoeveel. Huh? Dat is nou een beetje heavy is. Dan betaal ek nou een deposit en dan betaal ek af met installments. Dankie, broeder. Ek lees net gauw vir jou 'n paar versies. Ons kan jou help as jy bereid is om saam te werk. Saderig se wedren, jou span moet verloor. Ons weet jy het 'n klomp wetenskappe aanvaar, maar daar is genoeg tyd om uit te trek. Ons sal die draad vir jou verniet in die as insny, so maak. Wat is jou antwoord? Hey, man, dis taf, man. Ek het 'n klomp bets op daai reis, hè? En nou, Hendrik is lekker fit. Ja of nee? Nee, man. Kan ek jy liever betaal nie, hè? Ek sal die geld kry, genuine. Julle draai wat hard bak. Genuine. Sy eers moet loop dink. Jy het tyd tot toesluit vanavond. Niks langer nie. Dankie, broeder Williams. Gaan dink nou oor die saak. Bepeins dit en soek op reg na antwoord. Ek hoop jou gemoed is nou gestil. Ja? Dit? Hey, meneer, ek is stupid, meneer. Het was nie Paulus met die ladies nie, meneer. Het was was hy ander boy, meneer. Wat was die naam? Ach nee, meneer. Ek vergeet nie. Dus Goliath met die ketting, meneer. Lekker, Wannes. Ja, baie lekker, maar ag, mama kan ons nie vir altyd hier bly nie. Een reis hardloop op hierdie kos. Ek gaan met die boere praat. Ek soek special kos vir jou. Ek weet jy daai kamerads ouens voor hulle hardloop. Wat eet hulle? Spaghetti en macaroni en allerlei goed, man. Pot of vol van die goed. Ek praat liever oor ons taktiek, jongens. Wat? Ons gaan hardloop. Nee,
gaan hardloop, jy gaan flat at hardloop tot by die wind. Skolly. Hulle sê die span wat wen kry koek. Wat? Die kombuis bak spesiaal koek vir die wenspan. Vanoggend toestemming gekry. Sê wie? Sê die mieren, die mieren kan jy glo. Wat nie, wat sê koek man? Wat so special aan hom al, hoe lekker? Weet nie, vraag die kok. Jou wiel is op pad, hoor. Meester, ek skuld jou, Jenny. Nee. Badkamer is goed. Sien jy die verkeerde team ben? Nu kop laat weer, sikker dinge gebeur nooit. Hey, Herkies! Servietie, wat die team gaan wen, ek wil op iets op. Jy moet net nie jou geld op, Willem sit in vloer jou af. Herkies sal die pille fijn maak, en tussen die twee laag van die koeksmeer. As die koek by die verkeerde mense uitkom, dit sal. Waar is jou manier, hè? Mens klop eerst voor je inkom. Die datums. Hang op. Right, shoot. Je ken haar oma en see, Libbe. Huh? Wie had zijn rechter naam? Flabby, man. Hij heeft de tyre om zijn pens. Allemaal weet het. Ludovicus, Hermanus, Urbanus, Libbe. En wie... Hoe kom ze hier? Hey, wat zit hier? Knock knock, who's there? Huh? Ik zoek merchandise, man. Ik zoek hardware. Ik zoek datum. Shoot. Ja, als je het even weet, is oké. Wait. Right. Wie, hoe kom ze hier? Hoe kom ze hier? Vrouwens. Ik trouw hulle so 3-3 op een slag, met om die sleutels van Lise in die handen te kry. En als die reis jy ook bellen, om een lijstje te gaan leegsteel. Nee, ja. Ik ken een scheme, ek een scheme. Sien, en hier kom een scheme. Hallo, scheme. Polka, ons skryf een quiz uit. Jy kry al die doop. Sy legal doopnaam, sy mistakes, sy previous convictions, al sy tricks. En ons skryf een quiz uit. En ons vat bets. En ons gee prijs uit. En Polka ons collect. En ons wipe vir papa hulle van die vuist van die globe af met ons profits. Huh? Dat's nou een scheme. Al die doop gee een kos. Baie kos. That's alright, so right. Jy kry die doop, ek sal die rest doen. Deal? Ek sal al dink. En oor die prijs ook. Nou, right. Wat's Flabby se se birthday? Never scheme. No way, no pay. Hey, Polka! Hey, Polka! Hey! Polk! Hey! Heb je al besluit, Williams? Jy heb een hart, priester. Gee kans, ek dink nou. Dit moet een pijnlijke ervaring wees. Beloop, soos hoor jy wat jou seun contact maak. Hey. Oké. Ek sal het organise. Maar dit bly in die covers tot Saterdag toe. Net ek en my herinner weet daarvan, oké? Pas op vir skelmstreke, Williams. Dit sê jou duur te staan kom. Hallo, prof. Hallo. Ek sien dis nog steeds hier in die ekonomie.
Jouw voorbereidingen voor die toetspriester, hoe komt het aan? Redelijk, prof. Redelijk. Ik zal vanavond klaarmaken. Daar is nog zo'n paar goedjes dat ik moet deurwerken. Nu weten wij natuurlijk niet of dit alles nodig is. Herhalen. Herhalen. Herhalen, dit is maar niet. Daar is zeker niks wat de mens kan oorslaan. Maar meer ding. Alles is van kardinale belang. Je ziet het ook zo. Die vraagstel is gereed. Je moet een beetje gaan leen. Morgenochtend als die ou man was. Ja, maar hoe zal ik weten wat om te vat? Omdat daar vraagstel op zal staan, stommerik. Hé, hey, papa. Leo, uitgeskop in de library. Bring werk, hees. Is hier nie een boek oor comrades en training? Die iets oor diets. Dat is saffer ons van die dehydration of zoiets. Alright. Tachi. Wat vind je dan? Maak maar zo. Van die verbruiker. Luister, prof. Wat is het dan? Wat is het nieuw? Je wacht, positie van die verbruiker. Ik wil jou mijn mooie plaatje. De verbruiker wat alles. Ik heb een goede baan gekregen. Kom, kijk met een prachtig goede. Eenzame soort gesprek. Mooi, prof. Hé, echt is, ik word eens op koekbak. Maar niet voor jou, niet, mater. Remember. Natuurlijk niet voor mij, niet voor mijn team. Haal op zijn voor die veekjes. Hoe is dat? Hai, zo, jij? Ik is op pad met jou. Ik heb klaargekeer. Wat bedoel je? Geniet. Is aankom. Wimpel, Hendrik, wimpel. Je denkt aan niks niet. Je haalt eerst asem. Je denkt net wimpel. Oké. Okay. Frans, jij blijft bij Hendrik. No matter what. Jij blijft bij Hendrik. Je hoort net dat zo. Williams. Frans, Williams. Onder 100 keer passen. Weet hulle. Weet hulle wat, priester? Dat hulle moet verloor, moet jou nie onnoosel nie. Priester, natuurlijk weet hulle. Moet nie waar in hier sluit. Oppas, Williams. Oké, priester. Relax. Relax, is a game. Relax nie, relax. Oké, okay. Ek gaan ons op en uit nie. Warm op, warm op. Amper tijd.
onthou nou. Net wend, pa, dis al wat jy lê dink. As daar iets verkeerd gaan, los dit vir my in pankie. Hey, skolie. Los daai getrap maar, jy gaan net moeilik hê. Los dit uit. Hey, Hendrik. Los dit vir my. Hy moet oor niks worry nie. Daai ouens sal nooit wen nie. Leave it to me. Hey. Oomlikse stilte. Sykop. Here we go. Wend, pa. Starting line. Hospitaal toe, man. Wat nie ken ek. Wat sê nie? Jy wil van ons ander groep in sonder die rechter rond. Kom maar. Jy? Was begrippere vandaan. Jy? Is jy maag. Deelnemers, staan er. Kom, maak gauw. Onthou, dit is 20 rondes om die baan, hè? Op julle merke, gereed. Kijk alsjeblieft. Het laat begin. Klink ze, kolonel. Kolonel het gevra as die grawe hier by 5 pos gemaak en ons asseblief deur gaan. Ek weet niks af van nie. Weet ek is so mooi nie, meneer. Die kolonel het nou net vir ons gevra in die saal, meneer. Ek dink die ouens wat dit moes kom haal is siek. Hey!
Richard! My berekenings is klaar. So ver het ons R180 uitbetaal. En ons skuld nog 16 pakke suiker en 200 sigarette op die kleiner wetenskappe. Sal ek vir Williams laat trap? Ik voel het help. Ah. Alles strand zo aan de weierigheid. Ik kon niet aan die slaap raken. We staan die bewaarders. Wat is daarbij geweest? Ja, twee keer. Alles hè? De fysieke activiteit is goed voor je geest. Zo sport bijvoorbeeld. Maar dan raken ze zo opgewonden achteraan. Ja, wat natuurlijk die kroonslag er onder druk laat zijn. Ach, dat was hij opgewonden, die prof. Dat was mogelijk gefreten aan die koek. Dat is vol fijn gemaakt op pillen. Dat is een gabbal op doen. En dat moest gewinnen. Pillen? Dat is de oorlog, prof. Scully moest zijn lak. Waarom? Klein mannetjie wat te groot word voor ons rustige wereld hier. Kijk wat priester as hy met jou praat. Jy het nie ons komrits ooreenkoms nagekom nie, Williams. Dis lief! Hendrik het gehardloop. Het gewin omdat sy timing uit was. Van wanneer af het ek power of attorney oor Hendrik se hardloop. Hy het geval. Hy het gewin, hoekom breek jylle my laaitjie so goeders, as jylle een dispute het met my papa? Hoe sou jy gevoel het as het jou laaitjie was? Papa voel jy te ver genoeg gaan, Williams.
Hij voelt dus nou tyd dat die sterkere sy kracht vir die zwakkere is. Ons het waarde op die skade bepaal. Jy, jou team skuld ons R200 en 10% rente per dag. Ga vraag vir Leroux om vir jou uit te werk wat dit beteken. No ways, was daar so baie pille in die koek nie. Jy betaal. Of ons sit jou so in die oog van die boere dat jy nooit, nooit jou kind sal sien. Priester. As jy oorlog wil hê. Jy verstaan nie, Williams. Dis klaar, oorlog. As jy oorlog wil hê, voet er verder in my laaitie. En as jy oorlog wil hê, keer dit